Tijdens een ceremonie op het ministerie van Financiën en Planning zijn twee leningsovereenkomsten ondertekend tussen het ministerie van Onderwijs en de IDB. De eerste lening van $30 miljoen onderstreept het herstel van Paramaribo's historische binnenstad, inclusief de bouw van een nationaal museum. De tweede lening richt zich op het verbeteren van onderwijs en vaardigheden voor economische groei, met nadruk op Engels, ICT en technisch onderwijs. Beide projecten dragen bij aan een duurzame toekomst en betere aansluiting op de arbeidsmarkt. President Chandrika Prasad Santokhi heeft de presidentiële werkgroep Jongerenplatform Nieuw Amsterdam Komowijnen geïnstalleerd. Deze werkgroep richt zich op duurzame projecten in Komowijnen op gebieden zoals landbouw, onderwijs en veiligheid. De president prees eerdere initiatieven zoals verbeteringen aan scholen en steun aan kwetsbare groepen en vroeg om een duidelijke tijdlijn voor toekomstige projecten. Een projectmanagementteam staat klaar om prioriteitsprojecten te coördineren met een beschikbaar budget voor ondersteuning. Het ministerie van Bibbes organiseert een driedaagse training documentenherkenning om functionarissen van verschillende Surinaamse instanties te trainen in het herkennen van vervalste documenten. Luitenant-kolonel Roy Samuel benadrukt het belang van technologie en training in de strijd tegen identiteitsfraude. De training is een samenwerking met de Koninklijke Marechaussee en biedt deelnemers inzicht in eenheidskenmerken van reisdocumenten, diploma's en vergunningen. De training draagt bij aan nationale veiligheid en wordt afgesloten met certificaten.